Het was vrij snel duidelijk dat de lockdown over een lange periode zich zou uitspreiden. En we hebben wel degelijk ondervonden dat de honger zeer groot was om terug te kunnen ofwel basket spelen ofwel naar basket komen kijken. Het is natuurlijk zo dat we gebonden zijn aan een aantal overheidsmaatregelen. En dat vraagt wel heel wat extra inspanning. Het is natuurlijk niet evident om regels door iedereen te kunnen laten toepassen. En we hebben dus wel degelijk gemerkt dat zowel de coachen als de spelers die regels zo goed mogelijk hebben toegepast. Door de coronacrisis hadden wij gevreesd voor een vrij grote impact op het sponsorbudget van de club. Maar gelukkig hebben wij warme, enthousiaste sponsors die ons zeer trouw zijn gebleven. Tegelijkertijd hebben we eigenlijk onze jeugd gemotiveerd om bijvoorbeeld bij het hoofdgebouw van een van onze sponsors een fotootje te maken, een mooi baskettrucje uit te halen en dat dan eigenlijk de wereld in te sturen via onze social media. De trainers hebben bepaalde challenges meegegeven met de spelers en tegelijkertijd ben ik de coachen super dankbaar omdat zij in de maanden mei en juni eigenlijk zeer enthousiast op buitenterreinen aan de slag gegaan zijn met onze spelers. Het is algemeen gekend dat in tijden van onzekerheid dat men graag terugvalt op zekerheden. En een van die zekerheden blijkt dan toch wel de clubwerking te zijn, waar men graag aanwezig is, waar men onder vrienden is, waar men zijn favoriete sport kan beoefenen. En we hebben echt wel gemerkt dat dat leidt tot een golf van solidariteit op alle mogelijke manieren. Tegelijkertijd merk je toch wel dat mensen terug bezig zijn met wat er echt toe doet. Laat ons zeggen dat dat zich vertaalt naar mindere muggenzifterij en meer zelfrelativering.